Fatima heeft ons Maria geleerd. O Jezus, haar zoon naar zijn wens wordt geëerd. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Het dal van de vrede werd stralend verlicht. Maria verscheen er met minzaam gezicht. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. De rozenkrans toont zij met nodend gebaar en vraagt dat wij dagelijks hem bidden met haar. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Als ieder in liefde zijn broeder ontmoet, verdwijnt uit de wereld corona voorgoed. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom bij deze gebedsdienst processie online. Vandaag 13 juni. De dag dat Maria voor de tweede keer verscheen in Fatima in 1917 aan Lucia, Jacinta en Francesco. En ook de feestdag van de heilige Antonius van Padua, patroon van de kerk van Millingen. Maar wat bijzonder is aan Antonius van Padua, daar kon hij ook niks aan doen, dat hij geboren is op 15 augustus. Maria ten hemelopneming. En dat past natuurlijk ook prachtig hier in deze parochie, Maria ten hemelopneming. Dus ja, Antonius heeft nog voor de hele parochie natuurlijk ook een boodschap. En die boodschap, ja, dat is dat hij de liefde van Christus verkondigt. En we zullen straks in de kerk wat nader stilstaan ook bij de heilige Antonius. Een hele kapel is aan hem gewijd. Maria, onze lieve vrouw van Fatima. Ze brengt ons hier bij elkaar. We hebben hier dus een gebedsdienst en we gaan in processie naar de Antoniuskerk. We zullen beginnen met het lied God wil een tempel bouwen. God wil een tempel bouwen, dat heeft hij gedaan in Maria. Tempel voor Jezus, de Zoon van God, Zoon van Maria. En God wil ook een tempel bouwen in ons, in ieder van ons. Hij wil zijn geloofsgemeenschap in ieder van ons vestigen. En dat we elkaar ook opbouwen in de geest, in de kracht van de Heilige Geest. God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn. En boven alle vrouwen zal zij gezegend zijn, die hij zich heeft verkoren. Maria is haar naam. Een roos die zonder donen in bloei zal komen staan. Die bloem gaat zich ontvouwen, het zonlicht wekt haar zacht. Het wacht in stil vertrouwen, het wijken van de nacht.
Zo heeft zij willen wachten, de hoop in zich gevoed. Zo schijnt na vele nachten ons levenslicht voorgoed. Zijn warmte zal verlichten de armen in het land. Op aarde vrede stichten, kom reik elkaar de hand. God zal zijn tempel bouwen, een wereldwijd huis. Mensen die hem vertrouwen, worden er kind aan huis. Ja, we gaan nu beginnen met een stukje van de Rozenkrans, een tientje van de Rozenkrans. Als u al bij de kapel geweest bent, dan hebt u misschien ook het mozaïek gezien aan de linkerzijkant van de kapel, waarin een rozenkrans is uitgebeeld. En in het midden van die rozenkrans, ja, kun je een zon zien. Maar ja, dus en die verwijst dan naar het zonnewonder, 13 oktober 1917. Op die dag heeft Maria zich ook bekendgemaakt in Fatima als Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Prachtig dat dat dan zo bij elkaar komt. De zon in de rozenkrans. Maar in die zon kun je ook nog de heilige hostie zien. En het is vandaag de vooravond sacramentsdag. En ja, goed, we weten, sacramentsdag, het is 3 maanden geleden dat we voor het laatste heilige communie uitgereikt kon worden. Morgen kunnen mensen weer de communie gaan. En de communie is ook voor de heilige Antonius heel erg belangrijk. En dat zullen we dadelijk ook gaan zien in de Antoniuskapel. We zullen hier beginnen dan met de rozenkrans. En dan nemen we de 5e glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin. En we zullen dadelijk ook bij Maria in de kerk een pauze maken. En dan zien we ook op het hoofd van Maria een kroon met 12 sterren. Zoals we hier nu ook in deze strofe zingen. Met zonlicht bekleed en 12 sterren als kroon, leidt u ons, Maria, naar Jezus, uw Zoon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Heer Jezus, u die zelf koning bent van hemel en aarde, aan uw moeder Maria viel de eer te beurt van koningin. Geef dat ook wij geloven in uw liefde die sterker is dan alle haat en die alle kwaad overwint. Geef dat wij bereid zijn om ons ook in te zetten voor uw koninkrijk. Moeder Maria, onze koningin, leer ons stand te houden in beproevingen en leid ons vooral binnen in de schat van Gods woord, voor ons mens geworden in en door u. Dan zult u ons eens welkom kunnen heten in de hemel. We zullen nu het tientje van de rozenkrans bidden, al gaande naar de kerk. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gloria, Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen. Hoor ons roepen, o Moeder van God. Hoor ons roepen, o Moeder van God. U prijzen de hemelse scharen. Maria, wij roepen tot u. U prijzen de koren der engelen. Maria, wij roepen tot u. U prijzen de zalige geesten. Maria, wij roepen tot u. U prijzen de kerken haar kinderen. Maria, wij roepen tot u. U prijzen de mensen op aarde. Maria, wij roepen tot u. Hoor ons roepen, o Moeder van God. Gij zijt toch de Moeder van Christus. Maria, wij roepen tot u. De Moeder van onze Verlosser. Maria, wij roepen tot u. De Moeder van alle genade. Maria, wij roepen tot u. De reinste, de zuiverste Moeder. Maria, wij roepen tot u. De liefste en beminnelijkste Moeder. Maria, wij roepen tot u. Hoor ons roepen, o Moeder van God. Gij oorzaak van blijdschap en vreugde. Maria, wij roepen tot u. Gij toevlucht van zondige mensen. Maria, wij roepen tot u. Gij troost ons in droefheid en zorgen. Maria, wij roepen tot u. Gij helpt ons in al onze noden.
Maria, wij roepen tot u. Gij schijnt als een ster in het duister. Maria, wij roepen tot u. Hoor ons roepen, o moeder van God. Gij maagd zonder erfs met ontvangen. Maria, wij roepen tot u. Gij zetel der goddelijke wijsheid. Maria, wij roepen tot u. Gij roos vol van zoete geheimen. Maria, wij roepen tot u. Gij poort van de hemelse tempel. Maria, wij roepen tot u. Gij lood uit de wortel van Jesse. Maria, wij roepen tot u. Hoor ons roepen, o moeder van God. Vorstin van het rijk zonder einde. Maria, wij roepen tot u. Gij troont in het hoogste des hemels. Maria, wij roepen tot u. Gij heerst over engelen en mensen. Maria, wij roepen tot u. Gij voorspraak bij God, onze rechter. Maria, wij roepen tot u. Verkrijg ons het eeuwige leven. Maria, wij roepen tot u. Hoor ons roepen, o moeder van God. Uit de profeet Jesaja. De geest van de Heer God rust op mij. Hij heeft mij gezalfd om aan armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft mij gezonden om te genezen allen wier hart gebroken is. Om de gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan wie opgesloten zijn hun vrijheid. Om aan te kondigen het genadejaar van de Heer en de dag ter vergelding van onze God. Om alle bedroefden op te beuren. Om aan Sion's treurenden in plaats van rouw een diadeem te geven en op te zetten. Woord van de Heer. Wij danken God. We zijn inmiddels aangekomen in de Antoniuskapel met een prachtig beeld hier van de heilige Antonius, een Antonius-altaar. En hiervoor zien we ook uitgebeeld op de tabernakeldeur wat ik toen straks heb gezegd, Antonius had iets met de heilige hostie, met de communie, met de eucharistie. Heel bijzonder zelfs. En dat is natuurlijk ook de kern van het geloof. Dat wij geloven in Jezus Christus die wij mogen ontvangen, maar nu al 3 maanden dus niet. Die wij mogen ontvangen in de heilige communie. Zo heeft Jezus ons zichzelf nagelaten op de laatste avond van zijn leven, toen hij brood brak en de wijn doorgaf om te drinken. En hij zei, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. En een dag later is hij gestorven. En op de 3e dag is hij verrezen. En zo ontvangen we hem dus ook in de Eucharistie. En wat staat hier nu afgebeeld? Antonius die voorspelde dat een ezel liever in aanbidding voor de heilige hostie neerknielt dan zich te goed te doen aan een baal hooi. En zo won hij iemand terug voor het geloof in de Eucharistie. Heel mooi, en dat staat ook nog uitgebeeld hier op dit glas in loodraam. De ezel die knielt voor de Eucharistie en toch een tijdje helemaal niets had gekregen en dus best wel honger had. En dan
toch niet kiest voor die baal hooi, maar om te knielen voor de Eucharistie. Dan zien we daar iets in van de hemel. En ja, het is nu op de vooravond van Sacramentsdag. En dan is het ook goed om ons te binnen te brengen dat, ja, het is zo'n ongelooflijk iets dat we hem mogen ontvangen. Het is niet te geloven, maar het is zo, want de Heer heeft het gezegd. Ik ben er voor jou. En als we dat geloven, dan weten we hem ook te vinden. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat, of noodzakelijk dat hij ons hart raakt. Nou, Antonius van Padua, dat was iemand die mensen kon raken tot heel diep in hun hart. Een volkspredikant, niet alleen in Zuid-Frankrijk waar hij begon, maar ook in Italië, in Noord-Italië en met name Padua. Hij is geboren in Lissabon, maar we noemen hem Antonius van Padua omdat hij, ja, toch zijn belangrijkste jaren in Padua heeft doorgebracht en daar heel veel mensen voor het geloof heeft gewonnen. En dan is dat geen zieltjeswinnerij, het is mensen brengen bij datgene wat hen diep gelukkig maakt. En ja, zo wordt er ook veel verteld over Antonius. Mensen kwamen brood tekort, hier, hij deelt uit en er komt geen einde aan. Dus Antonius die werd geholpen door de hemel werkte heel sterk door hem. We zien, ja, dus hier in het blaadje staan, hij is maar 35 jaar oud geworden, heel jong dus, wij zijn allemaal ouder dan hij. Maar in dat korte leven heeft hij enorm veel goed kunnen doen. Het zijn enorme krachtsinspanningen die hij heeft geleverd, maar ja, dat is natuurlijk allemaal ook weer genade. God heeft heel bijzonder door Antonius gewerkt. En ja, zo was er dus ook, ja, wilden mensen ook niet naar hem luisteren. Ja, dat was in het begin dat mensen zeiden van ja, wat moeten we? Maar toen zei Antonius, nou dan, toen keerde Antonius zich naar de vissen op het strand van Rimini. En ja, goed, als jullie niet willen luisteren, ik praat wel voor de vissen. En die vissen die, ja, allemaal hun koppen boven het water richting Antonius. En mensen zagen dat en ja, waren gefascineerd door wat ze zagen. En ja, ze werden geraakt door wat ze zagen. En ja, ze werden gewonnen voor het geloof. Voor de grote schat van het geloof. En ja, die grote schat van het geloof, dat is misschien ook mooi om dat hier in beeld te brengen met het kind Jezus. Een prachtig kind Jezus. Antonius had een vertrouwelijke omgang met Jezus, met het kind Jezus. Het was zijn beste vriend. En dan, ja, als dat zo is, dan merk je dat natuurlijk. Dus Antonius kwam bij hem thuis, bij wijze van spreken. En daarom wordt hij ook afgebeeld steeds met het kind Jezus. Ja, Jozef wordt uitgebeeld met het kind Jezus en Maria, maar Antonius dus ook. Maar dat is, ja, die vertrouwelijke omgang, we kunnen dat van hem leren. Dus dat, we kunnen hem alles vertellen. En dat zullen we, ja, dadelijk zal er ook wat stilte zijn voor het Allerheiligste, waar we Jezus ook zien onder de tekenen van brood. En dan kunnen we hem vertellen wat ons op het hart ligt, in die stilte. Hij hoort ons, hij ziet ons, hij is helemaal bij ons en in ons. En zo kunnen we hem dus alles vertellen, maar misschien nog veel meer ook naar hem luisteren, want hij wil ons in ons diepste zelf brengen, waar
de hemel de aarde raakt, bij wijze van spreken. En dan kunnen misschien ook die woorden klinken die net hebben geklonken. De geest van de Heer rust op mij, hij heeft mij gezalfd om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Antonius heeft dat gedaan, die blijde boodschap gebracht bij mensen en die landen ook helemaal in hun hart. Ze gingen van harte in het geloof mee en het was een hele rijkdom om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. We kunnen verslaafd zijn, gevangen zijn in wat dan ook. En dan is het goed om de bevrijding te ervaren die Jezus ons brengt. Nou, dat is wat Antonius allemaal te bieden heeft in zijn korte leven, maar wat wel heel erg gezegend is geweest door de Heer zelf en nu nog steeds natuurlijk. Kerken worden niet voor niets aan hem toegewijd en mensen weten hem niet voor niets te vinden. En zeker ook voor als ze dingen kwijt zijn. Maar we kunnen misschien ook zeggen van mensen zijn misschien soms wel het belangrijkste in hun leven kwijt. Lopen verloren rond en dan is het toch heel fijn als je het geloof weer terugvindt. Als je het geloof in de Eucharistie, de Heer die bij ons komt in de Eucharistie, als we dat weer terugvinden. Of misschien voor het eerst vinden, misschien hebben we het nooit geweten of ervaren dat hij ons tegemoet komt in de Eucharistie. Ja, hier zien we ook nog een afbeelding van Antonius met Franciscus. Antonius die is ook nog bij Franciscus geweest. Dat is een hele bijzondere kennismaking geweest. Franciscus die was al in zijn laatste jaren. En toch, die had ook een zeer werkzaam leven achter de rug, maar was ook nog tamelijk jong. Maar Franciscus die zag iets in Antonius. En Antonius kreeg daarom ook die opdracht om het geloof te verkondigen, maar ook om zijn medebroeders het geloof theologisch bij te brengen. Hij is de eerste die die opdracht krijgt in de Franciscaner orde. Goed, dan gaan we nu verder met een gebed tot de heilige Antonius. Bladzijde 6. Trouwe vriend van allen die het moeilijk hebben, trooster van allen die bedroefd zijn, tot u bid ik om uitkomst, omdat u zo machtig bent bij God. U was een voorbeeld van oprecht geloof, van naastenliefde en nederigheid. Stommen hebt u doen spreken, doven doen horen, blinden doen zien, verlamden doen lopen, en die bijna dood waren doen herleven. Bedroefden hebt u getroost, moedelozen opgebeurd, verloren zaken hebt u weer doen vinden. Heilige Antonius, onze dag kan zo verdrietig zijn, onze ziekte zo pijnlijk, onze zorg zo groot, onze onrust zo verwarrend. Help ons dan, wees voor ons een vriend en een voorspreker bij God. Als gij ons verhoort, zullen wij gelukkig zijn en samen met u God verheerlijken en danken. Amen. Heilige Antonius, tijdens uw leven hebt u troost en bemoediging gevonden in uw omgang met Jezus. U mocht hem eens als kindje op uw armen nemen. Leer ook ons bij hem onze troost en bemoediging vinden. Heilige Antonius, help ons door uw machtige voorspraak. Heilige Antonius, u bent de heilige die meezoekt naar verloren zaken. Help ons als wij dingen verloren zijn. Help ons vooral als we ons gebed en ons geloof verliezen om Jezus weer te vinden. Heilige Antonius, help ons door uw machtige voorspraak. Heilige Antonius, in uw korte leven klampten talloos velen u aan in hun problemen, zorgen en pijn. Uren en uren was u voor hen beschikbaar.
U putte daarvoor de kracht uit het heilig sacrament. Mogen ook wij onze kracht vinden in de heilige Eucharistie om te helpen en te troosten waar nood en verdriet is. Heilige Antonius, help ons door uw machtige voorspraak. Heilige Antonius, u die van hart en ziel geloofde in de tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie en door een niet-gelovige hierin werd uitgedaagd en er getuige van was dat een ezel die 3 dagen niet gevoederd was, toen het de keuze had tussen een hoop haver en de heilige hostie, het voer links liet liggen en voor het Allerheiligste neerknielde. Bewerk ook in onze dagen bij velen het geloof in de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie, dat Jezus Christus voor velen het levende brood mag zijn dat hen sterkt en heiligt. Heilige Antonius, help ons door uw machtige voorspraak. Goede God, help ons in de strijd tegen het coronavirus. Help ons om ons vertrouwen op u te stellen, om daardoor ook beter met elkaar te kunnen samenleven. Dat vraag u op voorspraak van de heiligen Antonius, Francesco en Jacinta, door Christus, onze Heer. Amen. Antonius van Padua, zo heilig en zo goed, wij loven God die door uw hand zo vele wonderen doet. Gij waart een schild en zijt het nog voor onschuld in gevaar. Al wie u bidt voor uw hulp in elke nood gebaar. Dan zullen we nu naar het hoogaltaar gaan voor de uitstelling van het Allerheiligste. We zullen een ogenblik in stilte neerknielen. U kunt alles bij hem kwijt. Tantum ergo sacramentum veneremo cerno et anticum documentum novo ceda triturii prestet fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Panem de celo prestit isti eis, omnem electum entum in se abentem, oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili possunis tube memoriam relequisti, tribuve quesumus, ita nos corpus et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis suscitae sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum valle. Ea ego, advocata nostra, in nos tuos misericordes oculos, ad nos converte.